En dit was dan weer Veronica's agenda. In deze Hamburger Sommerausstellung komt het op den Betrag. Fingers crossed voor je, hey? Starten we om ongeveer 8:55. Gevolgd door het complete verhaal van het leven en de carrière van Elvis Presley in The Story Of. Om 9:55 hebben we dan nog een speelfilm. Ransom. Sean Connery neemt het hierin op tegen een stel misdadigers die een ontvoering en een vliegtuigkaping op touw zetten. Een lange Veronica-avond dus, die u maar beter kunt beginnen met een volle maag. Daarom voor nu, eet smakelijk en graag tot straks. Je bedrijf. Ze hebben vandaag aan Provinciale Staten het voorstel gedaan om de grindmeren in 13 gemeenten voor 6,5 miljoen gulden te verkopen aan het bedrijf Aquaterra in Maastricht. In deze onderneming neemt het Zwitserse bedrijf Lanera uit Zurich deel, samen met Wijkerveste uit Maastricht en Baggen BV uit Sittard. De privatisering past overigens volledig in het provinciaal beleid van de provincie Limburg. Een en ander is terug te vinden in de nota inrichting grindwinningsgebieden. Tot 7 uur nog Veronica Nieuwsradio. De FUT-regeling, het vervroegd met pensioen gaan, zal de eerste 10 jaar beslist niet moeten verdwijnen. Dat is de mening van de ambtenarenvakbond van het FNV, APVA CABO. Minister Rietkerk van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer in een notitie laten weten dat hij de FUT-regeling in de toekomst wel wil afschaffen. Een verslag van Joost Oranje. De FUT-regeling voor de ambtenaren, het overheidspersoneel, is in 1979 ingevoerd. Toen konden 63- en 64-jarigen profiteren van een vervroegde uittreding. Sinds 1979 is dat moment van uittreding steeds vroeger komen te liggen. Ambtenaren kunnen nu al op 61-jarige leeftijd met pensioen. Minister Rietkerk van Binnenlandse Zaken vindt dat de FUT-regeling op den duur wel kan worden afgeschaft, al wil hij niet zeggen wanneer dat precies zal zijn. De ambtenarenbond AFVA-CABO lijkt het uitgesloten dat die afschaffing op korte termijn zal plaatsvinden. Immers, men heeft al voor 10 jaar premie betaald. Of de FUT na die 10 jaar moet worden afgeschaft, zien we dan wel weer, vindt AFVA-CABO-bestuurder Kees Frins. Zou de FUT nu moeten verdwijnen, dan gaat dat veel te snel. Ja, op de eerste plaats te snel, op de tweede plaats onbehoorlijk. Ik heb het in de krant moeten lezen dat hij dat van plan is. Wij hebben in het verleden...